Ja, en deze mooie dame ligt nu lekker bij mij. Lekker hè? Wij hebben dus deze mee, onze visemmer. Magneetvisemmer. En daar heb je allemaal mooie oude trams. Is dat aardig? Ja, een hele goede middag allemaal. Het is alweer vandaag zaterdag 6 juni. Het is 14:15. Ik lig nog lekker op bed. Ja, ik weet niet wat ik wil gaan doen vandaag. Nee, ik heb hier een pijsje. Scheelt weer. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf. Mijn man die is Roderick Stammel van der Werf. En samen vormen wij dus familie Stammel van der Werf. Dus heel, heel erg welkom op ons YouTube kanaal. Ja. En Roderick is even in huis om even iets op te halen, want hij wil wat terugbrengen. Dus wat gaan jullie nog zien en dan horen jullie ook wel even de review erover. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, en deze mooie dame ligt nu lekker bij mij. Lekker hè? Het is alweer 14:15, maar het is ook wel even lekker. Na gisteren een lekkere wandeling van bijna 15 kilometer. Nee, is lekker hè. Knuffeltjes. Kijk, dit ben jij. Hier, hier. Ja, je bent mooi, wist je dat? Je bent mooi. Je bent mooi. Je bent mooi. Ah, hoe mooi. Je bent moe, hè, nog, hè? En van gisteren. Ja. Hé, Tutti? Oh, ja. Het is ook allemaal wat, hè? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, lekker, hè? Ja, ook kou voor jou. Ga je eraf of zo? Wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Mama gaat zo papa bellen. Vraag hoe ver die is. Dan gaan we maar zo aankleden. Echt wel. Ja. Mama die weet nog niet eens wat ze wil doen allemaal. Nee. Ja. Nou ja, dus dat. Ik ga Roderick even bellen. Ja. Ja. Lady, ga je mee? Slaapkop. Kom, woonkamer. Zo, ik kan hem nou even niet open doen. Op de partij wind. Lady, kom. Woonkamer, kom. Kom dan. Kom. Lady, kom. Wil je koekie? Moet ik koekie pakken voor je? Kom dan. Ik ga koekie pakken hoor, voor je. Zo. Kom dan. Oh ja, en dan wel. Ja, en dan wel. Ja. En toen heb ik hier gelijk 3. Moet je hier? Ga ze mooi zitten. Ja. Zitten. Dat is 1. Mooi zitten. Goed zo. Keurig. Yay. Ja, hallo. Ja, we zijn weer in een hele mooie luxe auto. Kijk, en ik heb hier een puisie. Ik heb daar een puisie, dus dat is leuk. Puisjes.nl. Maar we zijn dus onderweg. Ja, en ik moet mijn telefoon even zo houden. Want anders zit ik dus in het vaarwater van een Ro. Kijk, in ons eigen auto hebben we daar geen last van. Maar nu dus wel. Maar we zitten dus weer in deze hele mooie luxe auto. Ja, is leuk. Luxeauto's.nl.
Maar we gaan dus nu naar Amsterdam en we gaan aardappels scheppen. Ja. Halen. En maar voor €4,50. Ja, en voor heel veel kilo. Beperkt kilo's, tot je weet dat je niet meer kan sjouwen. Ja, precies. Dus, en de buren die wouden ook wat. Dus moet ik even trouwens even op jouw telefoon kijken of mevrouw daar heb gereageerd. Dus dat ga ik even doen. Komt alweer goed. Doeg. Ja. Die heeft zijn muts goed opgezet. Ja, is het zo? Dat is mooi. En waar staan we nu? In Amsterdam. En bij het hotelletje. En hier heb je trams. Leuk. Ja, ik heb mijn zonnebril op, want hier zijn ze met aardappel bezig. Handig. En het regent ook nog eens een keer. Handig. We hebben dus deze mee, onze visemmer. Magneetvisemmer. En daar heb je allemaal mooie oude trams. Ze zijn aardig bezig hier met scheppen. Aardappel scheppen, handig. En waar staan we eigenlijk hier? En bij de Maas, zo is dit? Nee, toch? Geen idee. Ik ook niet weten, maar die gebouw vind ik wel mooi daar. Ja, zoiets, ja. Weet ik niet. Ideaal, toch? Het waait, het waait. Dit is en dit is een leuke thumbnail. Let je even op, schat. Let je even wel even op. Nou, er wordt dus voor je geschept. En ik dacht dus dat je onbeperkt kon scheppen, maar dat is dus helaas niet zo. Maar voor €4,50 vind ik dit niet veel, hè? En schep maar lekker vol. Nee. Nee. Doen we maar niet. Ja, lekker hè, dat zand in je ogen. Hè? Huh? De echte? En het zijn wel grote aardappels, schat. Hè? Huh? Ja, nou, en kijk, mooi kat vol. Ik heb een gratis zand. Voor mij wel, zegt hij ook nog. Vind je het goed dat je erop komt op de vlog? Hè? Huh? Ja, oké, okay, nee, maar ik vraag het eerst even. Zo, schat, wij zijn. Is goed, best. Jij wil. Oké. Schep hem maar helemaal lekker vol, jongens. Zo vol mogelijk. Zo vol mogelijk. En lekker een grote berg erbovenop. Best. Kijk. Ja, nou, we zijn dus alweer lekker thuis. Ja, we zijn eventjes bij de aardappelberg geweest van Amsterdam. Via Tukut Tuko. €4,50 betaald voor een hele bak vol met frietaardappelen. En nu ben ik lekker aan het koken. Ja, ik zal het even laten zien. Dit is voor mij een zoete aardappel met broccoli. En dit is voor Roderick. Dit is dus lekker voor Roderick. Ja, want hij vindt macaroni met kaas erg lekker. Even kijken of hij niet hier zit. Nee, hij vindt dus macaroni met kaas erg lekker. Dus dat ga ik ook maken voor hem. Want ik zei het net al tegen hem. Van ja, ik ben ook aan het koken voor jou. Nou, hij staat gelijk op. Wat ben je dan aan het koken? Nou, iets. Ja, maar ik wil het weten. Nee. Want dan daar houdt hij echt totaal niet van. Hij wil gelijk alles weten wat ik voor hem maak. Dus dit is gewoon lekker verrassing. Ja. Goed, even.
Zo, jij hebt lekker eten. Ik hoop het, ja. Wat heb jij qua eten? Kaas, lekker. Yummy, kijk. Maar wat heb je nog meer? Er zit limonade bij, ook lekker. Heel zoet. Dat is al water bij. Dat is niet te zuiver. Maar wat heb je nog meer? Macaroni, geloof ik. Met kaas er al doorheen. Oh, doorheen. Oké. Heb ik er al doorheen gedaan, doorheen. Ja. Doorheen, oké. Dan heb ik hier zelfs zoete aardappelen met broccoli. Dus stampot broccoli met zoete aardappelen. En een lekker worstje. Dus ik zou zeggen, lekker eet smakelijk. Ja, daar was ik weer gezellig. Maar lieve mensen, ik ga deze leuke vlog weer afsluiten. Het was een dag met een sterretje aan de hemel. Ja, moet kunnen. Het is bijna 11 uur in de avond. Maar alsnog wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hieronder. Doe gelijk het belletje aan hieronder. Daarnaast heb je duimpje. En dan onder heb je een leuke vak waar je iets leuks kan typen. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zien we jullie heel graag morgen weer terug bij een gloed. Nieuwe vlog. Doei!